Er klinken vette beats in de hal van het Minnaardgebouw. De klimaatactivisten gaan even met de voetjes van de vloer. Ja, we hebben natuurlijk gewoon een hele lange dag gehad die heel leuk was, maar ook heel zwaar en vermoeiend. En ook best wel stressvol op sommige momenten en veel gaande. En dan is het gewoon heel fijn om zo'n moment te hebben waarop mensen gewoon even lekker kunnen dansen, even los kunnen laten en samenkomen. Voor de klimaatactivisten was het inderdaad een lange dag. Actie voeren, overleggen met de universiteit, maar ook workshops volgen en debatteren over bijvoorbeeld anarchistisch leiderschap. En dan moet er ook nog voor eten worden gezorgd voor een grote groep mensen. Nu hebben we wel het idee om morgen voor de ochtend een lekker havermout in te maken. Dus dan moeten we het wel vanavond nog schoonmaken. De organisatie kijkt met een goed gevoel terug op de eerste actiedag. Er zijn ook echt veel mensen geweest vandaag. Maar zeker bij een actie die we eigenlijk heel laat hebben aangekondigd, omdat het bezetting is, is het toch een beetje lastig publiekelijk bekend te maken van tevoren. Is het dan toch altijd vraag van oké, maar hoeveel mensen horen dit nu van tevoren en hoeveel mensen hebben bereikt in dit? En dan is het toch echt tijd om de ogen te sluiten en te gaan slapen. Maar ja, het is even nog het laatste persberichtje sturen die er dan morgen uit kan en dan naar bed. Hopelijk. Hopelijk. Hopelijk, ja, je weet het nooit, hè.